zoek naar een mooi Gelders concert? Zin in Zondag helpt u op weg. Er ontstaat steeds meer ruimte voor het geven van concerten. Ook het bezoeken daarvan, groot, klein, vocaal, instrumentaal. Door en voor jongeren en wat ouderen. Nu begroeten we een jong talent bij ons, fluitist Linda Speulman. Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. Goedemorgen. We spraken elkaar op 3 januari, jongstleden, dit jaar. Je had allerlei mooie plannen. We spraken elkaar telefonisch. En ik zei toen tegen jou, mocht je nieuwe plannen hebben en wij hopelijk weer nieuwe gasten mogen ontvangen, dan ben je van harte welkom. Nou, zie hier. Ja, ja. Fijn. Ja. Vorige keer hebben we al even kennis gemaakt, maar voor wie toen niet gehoord hebben, even heel kort, opgegroeid in Doetinchem. Bij een vader die van Johnny Cash hield. Een moeder heeft een zeer brede muzieksmaak, ook klassiek. En via een buurvrouw kreeg je blokfluitles, later dwarsfluitles. En nu, vele jaren later, geef je zelf les. Ja. Ja, en ook concerten. Ja. En Vogelvlucht, klopt het aardig zo? Dat klopt helemaal, ja. Speel je nog wel eens blokfluit? Nee, nee. Nou, je zegt het die zo dagen, zeker. Die dagen die zijn geweest. Ja. Je kent Lucy Horse. Ja, dat is geweldig. Maar ja, dat level, dat... Oh. Voor mijn blokfluitkunsten, nee, zeker niet. Ja, nee. Je koos voor die dwarsfluit, maar je speelt ook piccolo. Voor wie dat niet kent, wat is het verschil, behalve de grootte? De grootte maakt het dus nog wat uit. Ja, hoe kleiner het instrument, hoe hoger die klinkt. Ja, ja. Dus een piccolo klinkt precies een octaaf hoger. Ja. Maar het is ook klein. Het is klein en priegelig met spelen. Ja, zeker. Ja. Heb je voorkeur? Ja, zeker. Ik heb voorkeur voor fluit. Als ik dan toch voor een ander soort fluit moet gaan, dan ga ik liever de richting van de altfluit op dan de hoogte in. Want? Omdat daar vind ik zelf wat meer stem in zit. Wat meer laagte en diepte. Hmm. Warmte. Ja, warmte. Ja. Ja, precies. Ja, piccolo is een beetje, zeg het dus. Is wat scheller. Ja. En het is voor een orkest natuurlijk fantastisch. Ja, heel fris. Ja, heel fris. Maar voor de oren met het studeren niet altijd Even dat is fijn. Waar. En voor de buren. Ja. Stel iemand wil beginnen met een blaasinstrument. Raad je dan toch wel de blokfluit gewoon aan? Ja. Je ziet het wel minder hoor, moet ik wel zeggen. Omdat kinderen toch niet zo leuk vinden of er niet zo positieve associatie mee hebben. Maar ik zou het wel aanraden, eerlijk gezegd. Ja. Je geeft zelf ook les. Dat zal het nodige geduld van je vragen soms. Hè? Zeker. Ja, jeuken je handen soms. Zeg het maar eerlijk. Ja, zeker. Ja. Hoe bewaar je geduld? Nou, de afwisseling moet goed zijn, denk ik. En ik vond het afgelopen jaar moeilijker, omdat het... Als je werk is dat je zowel les geeft als het optreden hebt, dan is het goed in balans. Als het optreden wegvalt, als dat stukje wegvalt en het lesgeven blijft alleen over, dan is dat soms wel pittig. Mm-hmm. Maar je hebt altijd leerlingen die heel hard werken en daar hartstikke voor gaan. En dat maakt het heel erg waard. Fluit is een prachtig solo-instrument, maar natuurlijk ook prachtig in combinatie met anderen. Speel je graag samen met anderen? Ja, dat kamermuziek... Dat zei je heel snel. Ja. Ja, kamermuziek, dat is wel waar mijn voorkeur voor uitgaat. Ja, dat vind ik fantastisch om te doen. Ja. Want wat gebeurt er dan met jou? Nou, dan... Je kan je ei daar helemaal in kwijt. Omdat het, zeker als je in wat kleinere bezettingen werkt, dan... jouw eigen inbreng is dan zo belangrijk. Dus je moet zo goed nadenken over wat wil ik. En de connectie met de muzici. Als je geluk hebt en je mag met hele fijne mensen spelen. Ja, dan is er niks leukers dan dat. Ja, want je speelt met wie zo al en waar zo al? Ik speel veel met het Rietveld Ensemble. Met strijkers daaruit ga ik mijn cd opnemen. We spelen veel in Utrecht. Maar eigenlijk overal waar een kerkje staat en we mogen spelen, dan zijn we van de partij. Ja. Vanmiddag ook, hè? Om 4 uur in Ede. Klopt, dan speel ik met mijn harpiste, Marije Vijselaar. En wij zijn eigenlijk vlak voor de coronatijd is begonnen, hebben we wat concertjes gedaan. En we hebben steeds tegen elkaar gezegd, goh, ja, het zou leuk zijn als we daar iets mee doen. En het kwam er eigenlijk niet van, want drukke agenda's. Nou ja, dat was toen nog zo. En toen hadden we een concertje gespeeld. En een dag later was de persconferentie en was het land in lockdown. Dus toen dachten we, nou, dan gaan we deze tijd echt eens gebruiken om ons ensemble
ja, een beetje op de kaart te zetten. Dus zorgen dat er een website is, dat er een naam is. Dus wij heten Tickled Pink. En dat komt een beetje voort. Marije en ik geven allebei les aan dezelfde muziekschool in Emmeloord. Het cultuurbedrijf Noordoostpolder. En daar raakten we een beetje aan de praat. En we kwamen erachter dat we allebei een hele sterke connectie hebben met Engeland. Ik heb daar gestudeerd en Marije heeft daar een paar jaar gewerkt. Ja, en daar in Engeland heb je de expressie tickled pink, to feel tickled pink. En dat betekent enjoyment great enough to make the recipient glow with pleasure. Oh yes. En dat sprak ons heel erg aan. Omdat er heel veel blijheid van uitstraalt dat je het publiek mee wil nemen en een fijne tijd bezorgen. En dat, dat denk ik dat het zeker na de hele coronatijd nog steeds juist veel meer aanspreekt. Laten we even luisteren naar jullie. Ja. Fluit hoorde u Linda Speulman en op harp Marije Vijzelaar. Waar hebben we naar geluisterd, Linda? Dit was het langzame deel uit de sonate van Bach. Ja. Vanmiddag te horen in Ede om 4:00. Kunnen mensen daar nog bij zijn? Het is redelijk vol, maar er zijn nog wel een paar stoelen. Dus, oké. Ja. Hoe kunnen mensen... Als je even een mailtje stuurt naar info@lindaspeulman.com... dan komt het helemaal goed. Ja, mooi. Jullie spelen samen dus. Plannen nog meer om samen te doen? Ja. Jullie hebben een prachtige site, moet ik zeggen. Oh, nou, ja, ziet er keurig uit. Ja, ja. We hebben wat concerten gedaan in de omgeving van Steenwijk. Dat is waar Marije vandaan komt. Dus dat hebben we net allemaal afgerond. En nu is het weer een kwestie van dingen gaan opzetten. Kijken, ja. Wat er gebeurt. Ja. Je had plannen voor het maken van een cd. Je liep een beetje met de collectezak rond begin dit jaar. Dat een beetje maakt dan niet uit. Ja. Die was gevuld. En je kon aan de slag. Ja, dat is toch? Heel fijn. Ja. Nou is het wel zo. We hadden het zo bedacht dat we heel graag eerst wat concerten wilden spelen. En daarna aansluitend de cd opnemen. Dus op zich, we hadden het geld binnen. Dus we konden het ook wel doen. Maar als je het dan...
doet, dan moet je het ook goed doen. Mm-hmm. Dus we hebben toch gewacht tot het allemaal weer open ging. En dat duurde natuurlijk wel eventjes. Dus nu hebben we het zo gepland dat we in oktober 3 concerten spelen. In Arnhem, in Baarn en in Zwolle. En aansluitend gaan we dan de week daarop gaan we de cd opnemen. En wat kunnen we daarvan verwachten? Er komt alle Mozart-kwartetten. Dat zijn de 4, die komen erop. En dus dat is voor fluit en 3 strijkers. En dan nog een stuk wat heel onbekend is van Dick Kattenburg. Een Joodse componist die in de Tweede Wereld is overleden. Die is naar Auschwitz afgevoerd. Het is een heel verdrietig verhaal, maar hij heeft een heel vrolijk stuk geschreven. Met heel veel jazzy invloeden. En dat is met piano, 2 strijkers en fluit. En dat komt er ook op. Ja. Je hebt veel plannen weer. Ja, plannen genoeg. Ik hoor heel veel enthousiasme. Het was een vervelend 1,5 jaar. Ja, kon je daar zelf een beetje doorkomen? Ja, met vlagen. Het had een beetje ups en downs. Ja, het is moeilijk, want je staat ineens stil en er is geen vooruitzicht. Dat is eigenlijk wat het moeilijk maakt. Ja. Ja. En hoe voel je dat nu? Ja, nu voelt het weer heel anders. Ja. En het blijft spannend, want je weet natuurlijk niet. Ja, blijft het nu zo? Blijft het meer open gaan? Of gaat het straks toch weer allemaal op slot? Het blijft spannend. Dat zal het ook nog wel even blijven voor iedereen, hoor. Ja. Ja. Bij het draaien van jouw muziek zojuist begon. Ik weet niet, heb je het gezien? Begon de zon te schijnen. Nee. Hopelijk is het tekenend voor de komende tijd. Ik hoop het. Ja. We hebben nog muziek klaarstaan van je. Waar gaan we naar luisteren? Dit is The Fog is Lifting van Carl Nielsen. In oktober dus. Nog 3 concerten. Arnhem, Baarn en Zwolle. Mocht u meer willen weten, kijkt op lindaspeulman.com. Dus lindaspeulman.com. Dank. Alle goeds. Bedankt. Zoals gezegd, op fluit Linda Speulman en op harp Marije Vijselaar. Mocht u meer willen weten over dat concert van vanmiddag, 4 uur in Ede, of sowieso meer, kijkt u dan op lindaspeulman.com.